Je hoort de kerk. Ik ben aangekomen in Winsum. Ik ben er al even. We moesten vanmorgen vroeg al opbouwen. We zijn in de poort. Vandaag is hier de eerste repetitie van Stichting Ein Roos. En dat is de eerste repetitie. Eigenlijk weer sinds de Stichting Nieuw Leven in werd geblazen. Ze gaan vandaag repeteren voor het concert op 20 april. En dat is in de Oosterpoort. Daar gaat de stichting spelen voor de businessclub van FC Groningen. Dus we zijn gewoon druk aan het opbouwen. Mensen ontvangen. We hebben er heel veel zin in. Het is een lange dag. Een leuke lange dag. Een bijzonder moment vandaag is toch wel... Mijn vader heeft het favoriete werk van Mendelssohn herschreven. Voor fanfare. En voor mijn zusje. Mijn zusje is groot fan van Mendelssohn. Ja, dat gaan we vandaag voor het eerst... Dat gaan de muzikanten ook voor het eerst spelen. En mijn zusje heeft geen idee. We moeten haar even uit de zaal lokken vlak voordat we beginnen. Met dat werk. En dan moeten we haar weer de zaal inkrijgen. En dan gaan we het spelen en dat zal ze ongetwijfeld herkennen. Ja, we zijn ondertussen gewoon aan het sjouwen en bouwen. Kan ik helpen? Of is het gevaarlijk? Mooi! Mooi! Goedemorgen! Goedemorgen, mam! Goedemorgen! De zaal van de repetitie. Mooi, Wim! Hey, heb je er zin in, pap? Ik heb er heel zin in. Ben je gefocust? Heel erg. Ja, geweldig joh. Een droom komt uit. Lipjes hem strak. Ja. Dat is mijn tante. Dat is de zus van Geert. En mijn tante, die Geert het koor, repeteert maandelijks met het koor. En mijn vader doet het orkest en uiteindelijk komt alles samen. In een mintje. Hoi. We zijn ons geestelijk aan het voorbereiden. Hoe gaat dat? Nou, ja, ik ga daarheen. Lukt dat met je geest? Het lukt met mijn geest. De eerste gasten komen mee, ik ga die Oké, ik ga mee. Eerste muzikanten komen binnen. Goedemorgen. Welkom. Hoi. Hoi. Geert. Welkom. Kom. Nou, daar zit de stichting. Goedemorgen. 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 Lied 13b. Welkom allemaal. Je hoort het misschien niet, maar ik heb het een beetje in mijn keel. Moet de hele dag nog. Dus als jullie daar een klein beetje rekening mee willen houden. Ik heb op de lessenaars een koraal neergelegd. Lied 13b, celblok 13b zeggen wij zelf. Lied 13b. We gaan ook even mee beginnen. We gaan ook even beginnen. Maak 55 op. Ja? Zit het allemaal goed? Zit allemaal lekker? Je hebt zelf verdeeld in horens. Heb je verdeeld? Ja.
vader roept net de solisten naar voren. En mijn zusje heeft nog geen idee waarom de solisten naar voren moeten. We hebben een verrassing voor jou, Jan. Dat is meestal zo dat je dat dan niet wist. Oh. We spelen voor jou Mendelssohn, Laura Sion. Oh, echt? Mooi. Mendelssohn heeft het geschreven voor... het is een groot keislievers werk, zoals het heet. Thank you.
wel goed. Ja. Ik heb het niet, joh. Er zijn een paar foutjes in, maar hoorns mooi. Vond ik zo mooi. Toen ik gisteren jou dat gif. Hoorns wel mooi. de hoorns waren heel mooi. De hoorns waren super mooi. Ongelooflijk mooi. Maar het hele orkest is mooi. Hey, die Matthijs Levers is goed, hè? Dat is die bassist. Hè? Ja, ik kan het verschil tussen al die figuren niet horen. Matthijs is. Matthijs hoort bij de Europese top. Ja. Is dat de jongen die ook in het buitenland. Ja, Hannover. Hij komt oorspronkelijk uit Leens. Hij heeft ook vannacht bij zijn ouders in Leens geslapen. Hij studeert bas bij een of andere Europese topbassist. En speelt bij groot orkest en soleert. Laatst bij de JWF was hij solist. En bij groot orkest soleert hij al. Een hele leuke jongen. En een hele rustige jongen. Hoe lang moet je studeren, jij? Hey. Man, ik doe niet anders. Mooi. Zo mooi Erik erbij is, hè? Even voor de vlog. Ik ben heel blij dat Erik erbij is. Zo. Ik ben er ook blij dat ik erbij ben. Oh, je gaat ervan stotteren, Erik. Ach, man. Dit moet denk ik ook een herstelde C zijn, want hij is hier hersteld en daar niet. Ja, dat klinkt een beetje raar. Zeg. Maar dat is het logo. Nee, zo creatief ben ik niet. Oh, wat leuk! Ja, dat vind ik heel erg leuk. Oh, is dat ons, ons logo zit hierin? Ja, dank je. Wat leuk! Nogmaals, goedemiddag voor de mensen die later zijn binnengekomen. Dat zijn er ook een aantal. Welkom allemaal, nogmaals. Voor sommigen toen net nieuw. We gaan maar eens even beginnen. Thank you.
Avond. Dit was de eerste echte grote repetitiedag. En Jan, je bent enorm verrast. Ik ben enorm verrast, ja. Laura Sion. Ja, hè? Ja. Je was al je... Janneke was een beetje chagrijnig vanmorgen. Dus al haar chagrijnigheid... Nou, ik was stom verbaasd dat hij dat had gedaan. En dat iedereen het wist, behalve ik. Dat vind ik wel hartstikke leuk. Ja, wij wisten dat al heel lang. Ja. Een hele geslaagde dag. Geslaagde dag. Heel veel mensen, mooie muziek gemaakt. En ik denk dat mensen heel erg geïnspireerd... Aardbevingsschade, dan al het geluid. Aardbevingsschade. Ja. Iets te veel herrie. En nou, ik denk dat een hele mooie start van dit jaar. Ik lijk wel alsof ik zeg maar een soort van op een repeat staat. De volgende. Ja, je papegaai ben jij. Ik ben papegaai. Doei.